De 10e wedstrijd om de Marathon Cup was voor de mannen van de lange adem een zeer bijzondere. Het 5 kilometer lange strijdtoneel, Flevo on Ice in Biddinghuizen. En de wedstrijd, over 75 kilometer, was er een van aanval op aanval. Grote afwezige leider in het klassement Bob de Vries, maar verder was iedereen aanwezig. Sjoerd Huisman, de regerend Nederlands kampioen op natuurijs, Ingmar Berga, Koert Wubbe. En deze mannen rijden alweer een aanval dicht. Een aanval van Willem Hut, zeer actief. En Klaas de Weert van het team van Van Werven. En die beseffen dat hun aanval op dit moment kansloos is. En dan valt de duisternis over Flevoland. Maar dan staat er een kopgroep met vier rijders. Geert-Jan van der Wal, de man van Urk, rijdend voor Nevit. Geert Plender voor het team van Van Werven. Arjan Becker van Vlasman. En Dirk Fabriek van Windkracht 8. Deze vier mannen weten goed samenwerken een voorsprong te creëren van 40 seconden. En daar weet nog bij te komen Jan van Oostrom, de man van Foekens, weet in de ultieme krachtinspanning nog aan te sluiten bij deze vier mannen. En met z'n vijven gaan ze proberen het jagende peloton, wat op dit moment wordt geleid, begeleid en gedirigeerd door het team van Adformatie, voor te blijven. In het team van Adformatie natuurlijk twee superlocomotieven. De man uit Frankrijk, Tristan Loire, en de man uit Haarlem, Ralf Switzer. Beide erkende hardrijders, en dat blijkt ook wel, want ze trekken het peloton op een groot lint en niemand probeert nog meer wat. Maar de mannen die de kopgroep met, wat ik al zei, 40 seconden voorsprong houden goed stand. Ze blijven samenwerken en hier in de finale worden de ruggen nog even gerecht om zometeen weer gas te kunnen geven. En dan vijf man adformatie. En dat is niet een treintje meer, dat is een supertrein. Zo hoog tempo en dan weet de kopgroep eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Gaan ze ingelopen worden en gaan we zometeen afstevenen op een massasprint. Hier krijgen de koplopers de bel voor de laatste ronde. 5 kilometer nog te gaan. En daarachter zien we de lampen van de volgauto's van het peloton al. En de mannen van Adformatie vallen geen moment stil. Snelheden van 50 kilometer en hoger worden hier op de baan bereikt. En iedereen die ook maar probeert om op kop te gaan rijden, komt met zijn hoofd in de wind. En weet gewoon dat het een onmogelijke positie is om vandaag de ploeg van Adformatie te gaan verslaan. Hier wordt de kopgroep ingelopen. De mannen worden bedankt voor hun krachtsinspanning. Maar de trein gaat er tussendoor, volgt de rails en geeft gas. En we zitten nog maar 3 kilometer voor de finish. En dan gebeurt er iets wat niemand meer had verwacht. De marathonschaatser met de meeste overwinningen, achter zijn naam Jan Maarten Heideman, weet te ontsnappen aan het jagende peloton. Hij pakt een klein gaatje, maar de afstand is niet meer dan 500 meter naar de finish. 500 meter die hem een hele mooie overwinning voor de sponsorloze Jan Maarten Heideman kan brengen. Alleen dan gebeurt er iets wat niet goed is van Jan Maarten Heideman. De ploeggenoot van Carlo Timmerman, Douwe de Vries, nestelt zich op de kop van het peloton en brengt Carlo Timmerman naar de laatste bocht op het rechte eind. En dan besluit Carlo Timmerman dat het genoeg is. Hij sprint er vandoor en duikt echt op de rug van Jan Maarten Heideman. Haalt hem in en slaat een groot gat achter nummer 2, de uiteindelijke nummer 2, Jochem Uithoven en Juffermans. En dat hij blij is, dat kunnen we horen. Ja, super. Dit was echt een ploegoverwinning vandaag. We hebben een lang tijdje toch een beetje gesukkeld. We draaiden in Amsterdam als winst goed. Daarvoor een tweede plek, maar een lange tijd toch ging het ging minder. En afgelopen zaterdag weer tweede plaats. Vandaag een eerste plaats is echt een teamoverwinning. We zijn weer terug. Een teamoverwinning? Wat heeft het team voor jou gedaan? Nou jongens, we hebben anderhalf ronde met z'n vier. Zijn die jongens vier man voor mij, hebben anderhalf ronde te gaan op kop gaan en tot de laatste bocht niet meer afgeven. En toen was het voor mij om 300 meter heel hard te schaatsen en mijn kunstje te doen. En dat heb ik gedaan. Je zag je maat Heideman nog voor je? Ja, die ging hard weg en ik dacht dat het veel dichterbij zou zijn. Alleen, dat was het niet, want we waren echt al ver en achterste bocht dat we aangingen. Met de laatste man voor mij. En toen denk ik, en toen steeds zag ik die lichten hier, dat het heel ver was. Ik denk, oei, zijn we niet te vroeg. Toen ging Jan Maarten en Douwe bracht me tot in de bocht. En dat was echt perfect gedaan.